I'm the realest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Ja, je mag niet lachen als je op werk bent. Ja? Goed, lichtjes mag ik verder. In ieder geval, je ziet het. Allemaal lichtjes, allemaal lampjes. We gaan even een ronde maken, kijken wat er allemaal staat. Zoals hier zie je al, halloosjes op een gezellig kraam. Goeiedag. Hallo. En hier, ja, wat is het? Wilde wijn. Volgens mij. Ja. Wijn, hè? Ja, wijn. En wat voor wijnen zijn het? Ja, het zijn fruitvruchtenwijnen en bloesemwijnen. We hebben één bloesemwijn mee. Dat is de Okay. Als ik in de tuin, ook in het bos. Oké. Nou, dus voor de wijn moet je hier zijn. Kijk, en dan zie ik mijn tante. Oh. Jouw tante? Ja, maar die loopt daar. Oh. Hoi tante. Kijk, zoals hier hebben we natuurlijk meerdere dingen, meerdere artikelen. Dan allemaal zelfgemaakte bloemetjes of het is het kunstwerk, wat is het? Doe mij ook ketten. Nee, mij niet. Zet geen kluit op hoor. Ja, toevallig wel. Zoals hier tissues, dus als je een leuke tissuebak wilt, nou dat kon je dus hier kopen, want ja, het is dus later online dan. Ik niet. Ja, ook meer, hè. Jongen, wat vies is dat er ook. God. Hier hebben wij kersenbonbonnetje. Ja, ik neem een nieuwe. Moet je niet? Nee, moet je anders chocolaatje dan? Nee, ik hoef niet. Ik heb al... Chocolade. Doe die kersenbonbon er ook op. Ach. Zoek een letter. Wat voor letter moet je dan, meisje? Voorzoeken. Goed. Doedoe! In ieder geval, ja, er is van alles te doen eigenlijk, een beetje. Ik weet niet wat er allemaal te doen is, maar dat komen we snel achter. Zoals, ik ben vandaag bij de voedselbank geweest, maar je hebt een voedselbank, maar je hebt natuurlijk ook een dierenbank. En kun jij vertellen wat de dierenbank een beetje is? Want de mensen weten wel voedselbank, maar dierenbank? Die is voor mensen die ook bij de voedselbank zitten, die een beetje weinig geld hebben. En die krijgen net als bij de voedselbank alleen nog voor de dieren eten, spultjes en al dat soort dingen. Ja. En hoe kunnen de mensen zich aanmelden als ze... Om daar een aanmerking voor te komen, hoe werkt dat? Kunnen ze zich dan naar de site toe? Of? Via de site van de stichting. En dat is? dierenvoedselbank.nl. Link onder in de reactie. Hier kun je bloemwijn halen volgens mij. Koffie, warme chocolademelk. In ieder geval, we gaan even verder. Nou, in ieder geval wil je zingen? Nee, gaan we niet zingen. Goed, heb jij een leuk, leuk spelletje of een leuk speeltje voor de huisdieren? Ja, nou, dan is hier van alles, zelfs voedsel voor de dieren. Ja, het is hier allemaal te verkrijgen. Een leuk biertje of een bal, wegwerpbal, stok. Of voor de kerst. Want ook de dieren vieren kerst natuurlijk. Niet alleen wij, maar ook de dieren. Of wil jij de hond uitlaten? Het is er allemaal. We kunnen ook natuurlijk deze om de cameraman doen. Dan kunnen we hem meeslepen. Goed. We kunnen ook natuurlijk een laarsje kopen hier. Dus jij een lekker
Dus je hebt bijvoorbeeld een lekker poffertje, dan kun je dat ook hier halen. Hè? Bijvoorbeeld een alleen poffertjes? Poffertjes, drank. Frisdrank. Frisdrank. Ja. Koffie. Alles kun je hier halen. Qua drank dan. Nou, zoals hier kun je dus spulletjes kopen, tweedehands spulletjes, kerstproducten. Kerstornamenten, heel leuk voor in de kerstboom en je kan er een eigen naam of een tekst op laten schrijven voor mij. Dus je kan ze helemaal personaliseren. Nou, kijk. Schat, zie je wat? Ja, je ziet wat. Dat wij niet iets wat voor mij kunnen lenen. Dan staat er helemaal niks. Ruimte. Ik heb nog zo'n zak. Dan kun je hier je eigen kerstboom versieren. Niet zo negatief over mijn kerstboom, jij, hè? Hey. Ja. Frietmannetje. Uit die waardeloze erf van je. Ik buurt mee. Als het goed is, zitten hier de jongens van Ik buurt mee. Ze lopen hier wel even binnen. Kijk, wel door mevrouw. Lekker hier. Goeiedag. Hallo. Gezellig onder kaars liggen. Ja, ben je alleen vandaag? Ik buurt mee, doet ook mee, hè, met de lichtjes aan. Ja. Bent u alleen vandaag? Mijn collega William die is net even weg. Die moest eventjes naar huis. Die man moet ook altijd weg, hè? Die weet gewoon dat ik kom en dan is hij weg. Dat is typisch William. Maar goed, we pakken hem straks al. Want je kunt natuurlijk ook gewoon met rommel waar je mee op de rommelmarkt staat, dan kun je ook natuurlijk gewoon mee op de markt staan. Zoals op de lichtjesmarkt, bijvoorbeeld dvd's, die kerstproducten. Heb je de school daar? Ja, dat is vol. Nou ja, je ziet het al, de straat is versierd met lichtjes, dus je ziet ook lichtjes bij de deuren staan. Je kunt natuurlijk ook kleding kopen, zoals een mooi gekleurde sjaal of portemonnees of mis alleen de pennen. Die liggen hier. Zoals mooie pennen kun je ook kopen en dat is acryl toch? Soort ja, acrylpennen. Meer informatie bij die dames hier. Handgedraaide pennen, die mevrouw weet er alles van, dus die zal wel verdere inlichtingen ervan geven. Zo. Nou, zoals normaal bij tante natuurlijk, die kennen jullie al, die zijn wel vaker in de vlog. Duimpje omhoog, hè. Ze is natuurlijk aan het EHBO, dat is ook belangrijk. Eerste hulp bij ongelukken. Samen met de collega. Hoi, ze testen. Hoi. Hoi. Staat u vervelend te filmen? Ik pak u zo ergens waar u niet meer filmt. Goed, in ieder geval. Tot zover. Ik weet niet of ik genoeg te zien ben, anders loop ik even naar het licht toe. Ja, hier hebben we genoeg licht. In ieder geval, ik zal zeggen: abonneer op dit kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dat doe het belang, duimpje omhoog. En tot de volgende vlog. Hey,